Goedenavond, welkom bij Nieuws TV. We zijn hier vandaag in de Apollohal voor de wedstrijd Apollo Amsterdam tegen Landsede Hammers. Na afloop hebben wij nog een interview met Kevin Bleker van Landsede Hammers. Wij wensen je heel veel kijkers in mijn Nieuws TV. Ik sta hier met Kevin Bleker van Landsede Hammers. Kevin, hoe vond je de wedstrijd gaan voor vandaag? Ja, het was een beetje een rommelige wedstrijd. Ik denk dat wij het verdedigend matig hebben gedaan vandaag. Maar in de aanval juist wel erg sterk. Dus het is een beetje een wedstrijd met twee verhalen, denk ik. Hoe was de chemie in het team? Ja, wel prima, denk ik. Ik denk dat we heel veel de bal paasten. Duidelijk krijgen we heel veel schoten, open schoten. Dus de chemie die is prima. Hoe kijk je tegen de volgende wedstrijd aan, tegen Basketbalacademie Weert? Nou, we hebben eerst nog een Europees in Israël. Ja, dus dat is nu onze eerste focus. Ja, en dat is een hele sterke ploeg. Die hebben nu twee keer gewonnen Europees. Dus ja, dus dat is gewoon een hele sterke ploeg. Dus daar gaan we ons nu op voorbereiden. Heb je toen een speelminuut gekregen voor jezelf? Ja, denk ik wel. We hadden wat blessures vandaag. Ralf die speelde niet. Nou, dat is een speler die op mijn plek speelt. Waardoor nu wat extra speeltijd er voor mij vrij kwam. En ik denk dat ik het wel aardig heb gedaan in die minuten. Top. Ik wil je hartstikke bedanken. En dit was Nieuws TV. Tot fijne avond en tot ziens.